Goedemorgen, jongens, meisjes. Goedemorgen. Wij zijn van Waas aan Beveren. We zijn dit jaar begonnen met een scholentoernooi. Dus we gaan bij elke school langs in Beveren, in Groot Beveren. Er zijn 20 scholen dat wij bezoeken, waar wij een voetbaltoernooitje gaan organiseren. En vandaag zijn wij hier bij jullie. Dus wie vandaag wint, die mag begin april mag die de grote finale in het Vreedhielstadion komen spelen. En ik zie dat er nog bezoek is. Colin en David gaan hier vandaag mee trainer zijn. Ploeg A gaat Colin coachen en ploeg B gaat David coachen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Wasland! Beveren! Hop, hop, hop! Kom, 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 aan de top! Oké, allez, gaan we. Een beetje nostalgie. Ik wil dat zelf ook altijd graag op de speelplaats. Ik was toen nog met een moesembal, dus dat is een beetje geëvolueerd muziek. Pak iedereen manneke, pak iedereen manneke, iedereen manneke. Dat was dagelijkse kosten, dus dat was de voormiddagspeeltijd, de middagspeeltijd en de namiddagspeeltijd. Dat was altijd om te snel op dat pleintje ploegen maken en voetballen. Goed zo mannen, high five, busje. Colin heeft natuurlijk wat minder tactische kwaliteiten, dus ik laat hem altijd de jongens coachen. Ik neem dan de meisjes. De bedoeling is dat we daar gaan scoren. Dus niet te veel lief blijven rond pasjes geven. Probeer die bal naar voren te gooien. Goeie pak. Goeie pak. Als de club je vraagt om zoiets te doen, dan doe je dat direct. Want je weet ook, als je die leeftijd had, zou je dat ook super vinden. Moesten spelers van eerste klasse en van mijn club, waarvoor ik supporter, even bij ons zou komen en ons even coachen. Dan zou ik ook super content zijn geweest. De balrovers zijn verdienstelijk op de tweede plaats geëindigd. Dus dat wil zeggen dat de Friends gewonnen hebben. Jullie mogen eind maart de grote finale spelen in het Vreedhielstadion. En alle kinderen van de school zijn uiteraard ook welkom voor die dag mee te komen supporteren voor de Friends, hè? Uiteraard. Hè? Ja!